Ik ben 24 compleet en ik stop er hiermee. Weekend, dit kent jullie allemaal, hè? Driehoek groene zeep. Ja, er is nog echt een heel oud putje. Het lang bewaard. Ik had een bedde lucht kunnen maken en dan had ik alles schoon had, maar ja. Ja. Mijn naam is dus Anna Geerdink. En ik ben geboren in Hoksebarn. En mijn man kwam uit Boorne. En we woonden met elkaar in Almelo. En overal praat ze anders streektaal. Ik ben een liefhebber van streektaal en van streekdracht, streekmuziek en alles wat met oude te maken heeft. Zelf ben ik nu ook een beetje oud, dus dat past precies. Want de Nederlandse kinderen, die verstaat me het slechtst. En hij de buitenlandse kinderen, die kunt me perfect verstaan. Dan Kump, die moet iedere keer een andere taal leren, hè? Dus heb ze niet veel moeite met om te schakelen. Toen ik de eerste keer op school kwam, kon ik de juffrouw nauwelijks verstaan. Want ik kon geen Nederlands. Dus als ik naar de wc moet, dan zeg ik, juffrouw, ik moet naar Tuske. De spiekenboksen, die heffen zich toen ik kocht. Maar ach, hij was luk te lang en er moest toch nog wat ietsjes af. Ik zei, oh, breng hem maar hem hier neust, bij tante Dien. Dan doe die boksen wat korter maken misschien. Tante Dien, och, was helemaal verheugd en die deed keurig een stukje van de piepen. Maar toen ze keek, kon ze van die gaten eigenlijk niks begrijpen. Ze heeft de gaten heel mooi uitstukt. Zo. Dat was tante Dien toch wat mooi lukt. Maar onze kleinzoon, oh nee, leuk, die kon het helemaal niet waarderen. Tante Dien zeggen, ze loopt allemaal met van die gaten in de kleren. Ik snap het niet, hij door met wilt lopen. Je kunt uw volle bed en een nieuwe spiekerboksen kopen. Onze kleinzoon was het toch ook wat met eens, dat kun je begrijpen. Hij kocht zich een andere box met gaten en te korte piepen.